Goeiedag. Het jaar 2022 is begonnen met extreem hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Afgelopen week zagen we vaak temperaturen van 5 tot 10 graden boven het langjarig gemiddelde voor begin januari. Nou, inmiddels is het wel wat afgekoeld, maar winterweer is toch ver te zoeken. In deze nieuwe 30-daagse video gaan we een blik werpen op de rest van januari. Komt het winterweer nog terug of is het voorlopig echt gedaan? En dan beginnen we met de luchtdrukafwijking, verwachte luchtdrukafwijking voor komende week. Afgelopen week zagen we constant een hoge drukgebied boven Centraal-Europa liggen, waardoor een zuidelijke stroming hele zachte lucht naar onze omgeving kon blazen. Nou, inmiddels zien we dat het hoge drukgebied verplaatst is naar regio's ten westen en zuidwesten van ons. Dat betekent dat er een west- tot noordwestelijke stroming bij ons heerst en vanuit die hoek wordt natuurlijk veel minder zachte lucht aangevoerd, maar echt winterweer zit er toch niet in. Daarvoor moet de wind echt naar het oosten tot noordoosten gaan draaien, maar dat gaat voorlopig niet gebeuren. Dit is de verwachte luchtdrukafwijking voor volgende week. Weinig verandering dus ten opzichte van de actuele situatie. Nog steeds veelal die west- tot noordwestelijke stroming met soms een paar winterse buien, een keer een koude nacht met een graadje vorst. Maar meer dan dat zit er qua winterweer niet in. Eigenlijk heel normaal Hollands winterweer dus. Dat zien we ook. Het hoge drukgebied zien we ook terug op de neerslagkaarten. In een groot gebied rondom dat hoge drukgebied een afwijking omlaag. Dat betekent droger weer dan gemiddeld. Dat geldt dus voor volgende week. Dit weekend zitten we nog wel even met een lager drukgebied en kan het juist veel natter zijn dan normaal. En ook de temperaturen onder dat hoge drukgebied, met name aan de noordkant daarvan, met die westelijke stroming. In een groot gebied net iets boven het langjarig gemiddelde voor deze tijd van het jaar, maar niet extreem hoog. Wel veel hogere waarden zien we boven het oosten van Europa. En iets kouder dan gemiddeld is het rondom het Middellandse Zeegebied, net ten zuiden van het hoogdrukgebied dus, waar de wind wegvalt en de kou zich iets meer kan ophopen als het ware. Maar ook daar is echt winterweer toch niet aan de orde. Nou, die temperaturen, die bovengemiddelde temperaturen, zien we ook op de pluim terug. De komende tijd weinig vorst, ook 's nachts. Misschien dat er halverwege volgende week 1 of 2 nachtjes kunnen bijzitten met een graadje vorst. En datzelfde geldt helemaal voor het eind van de termijn. Maar daartussenin dus temperaturen 's nachts veelal boven het vriespunt en overdag zo tussen de 5 en de 8 graden. En dat is een paar graden boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Kijken we dan een weekje verder, dan zien we dat het hoge drukgebied ongeveer wel stand houdt boven Centraal- en West-Europa. Het zal zich misschien iets meer richting het centrale deel van Europa gaan verplaatsen, waardoor het bij ons wat rustiger weer wordt. Nou, dat zien we ook aan het signaal van de temperatuur. Iets meer witte kleuren betekent gemiddelde waarde voor de tijd van het jaar, maar dat is wel uitgesmeerd over de hele week. Dat betekent dat het in die rustige atmosfeer best een keer wat kouder kan worden. Overdag temperaturen iets boven het vriespunt. En in de nachten, zeker wanneer het opklaart of mistig wordt, toch wel een paar graden onder nul. Een iets duidelijker signaal voor kouder weer zien we ten zuiden van ons, echt onder de as van dat hoge drukgebied. En ook boven Scandinavië temperaturen toch wel iets beneden normaal. Nou, zoals gezegd, dat hoge drukgebied houdt voorlopig wel stand boven Europa. En zelfs in de laatste week van januari lijkt dat nog steeds het geval. Verplaatst zich dan wel weer iets meer richting het centrale en zuidelijke deel van Europa. Eigenlijk een beeld wat we vorige week ook zagen, toen we met die hele zachte lucht te maken kregen. Of dit ook weer zo'n zachte periode inluidt, is nog even de vraag. Maar langs die westkant van dat hoge drukgebied kan met een zuidwestelijke stroming wel weer zachte lucht ons gaan bereiken. Een signaal van lage druk boven Noord-Europa, dat betekent dat de straalstroom noordelijk ligt en dat echte kou, ja, ons toch waarschijnlijk niet kan bereiken de rest van deze maand. Dat zien we ook aan het temperatuursignaal terug. Een groot deel van West- en Noord-Europa zit eind januari in de wat zachtere luchtsoort. Met die zuidwestelijke stroming dus smeert dat helemaal uit tot over Finland en het centrale deel van Europa. En onder dat hoge drukgebied nog steeds temperaturen rond of iets onder normaal. Maar echt winterweer is ook daar niet aan de orde. Voorlopig kunnen we concluderen dus dat januari waarschijnlijk niet al te veel winter meer gaat brengen. Misschien dat het in februari nog omslaat, net zoals we vorig jaar zagen. Maar dat is natuurlijk nog veel te ver weg om daar echt een goede uitspraak over te doen. Voor nu wens ik u een goed weekend.